moet erop klappen, ik moet erop slaan. Het is een spanning in die box om daar mee oploot. Batterij, batterij, AA++, wat dik dakkerij. Kom maar hier, ja, geef me energie, beweeg dat ding voor mijn ogen. Ja, en laat me even kieken, kom van volle batterij. En word naar wat het steeds is, want wat deed aan een batterij die al leeg is. Leg hem even aan mijn kobo, laat hem maar lekker oploaden. Leg hem nou maar aan mijn kobo. Zo, dan denk je eventjes toestemming te vragen. Moet je kijken, want een kalf van een hond, hé. Is echt groot, jongen. Jeetje. En hij stond in één keer achter me, hè. Ik kon helemaal niks. Nou ja, ik ga mijn spulletjes uitpakken. Hallo allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. Dag 2 met de Legend. En ik ben vandaag op een boerderij waar ik eigenlijk al een keertje geweest ben. En daar vond ik niet zoveel. Dan zou je zeggen, waarom ga je dan terug? Nou, het is een best wel pittige ondergrond hier ook. Het is echt hele zware klei. Echt keihard. En als je hier iets vindt, ja, dan is het natuurlijk wel een prestatie. Dus het is meer, ga ik kijken wat ik kan vinden. Ga ik kijken hoe ik het kan vinden. Ga ik kijken wat deze in zijn mars heeft om door die diepe, vette, gore klei heen te beuken. De eerste vondst die ik heb is een heel klein duiveringetje. Uit 94. Dus die ligt hier al eventjes. Maar een duiveringetje. Om door die vette klei heen te kunnen en om te kijken wat die kan, heb ik natuurlijk bepaalde instellingen in mijn hoofd. En die ga ik eventjes toepassen op deze metaaldetector. En ik hoop dat ik daar goed aan doe. Dat weet ik natuurlijk nog niet zeker. Wat ik doe is, ik heb hem op park staan. Park en field, daar zit natuurlijk wel verschil in. Maar ik heb nu even bewust voor park gekozen. Omdat die wat feller doorkomt qua gevoel. Maar je zou natuurlijk heel goed voor field kunnen kiezen hier. Dan heb ik de audio op 4 tonen. Dat is een ijzerbus en 3 tonen. Oh, 4. Dan heb ik hem op multi 1 staan. En multi 1 wil zeggen dat hij alle lage frequenties bij elkaar doet. Je kan ook kiezen voor een multi 2. En dat zijn alle hoge frequenties bij elkaar. Los daarvan zou je nog kunnen kiezen voor 4, 10, 15, 20 of 40. Maar ik kies nu in dit geval voor de multi 1. Dan de discriminatie heb ik op automatisch staan. Er staat hier een 6je. Dat wil zeggen dat de eerste 6 hier al weg zijn. En vanaf dat moment gaat die inkikken. Dan heb ik de sensitivity staat op 25. En zo ga ik even lopen. Wat ik dan nog eventjes doe is, ik kijk eventjes of ik op een goede stille frequentie kan. Dus hij gaat nu eventjes alle storingkanalen na en dan kiest hij voor zichzelf de beste. En dat duurt ja, dat duurt eventjes. Nou, hij heeft nu voor 2 gekozen, dus daar gaan we dan ook gewoon maar op zoeken. Het is wat het is, zo ga ik zoeken. Die had ik even niet aan zien komen. Een lood kogeltje, maar dan gewoon van een pompbux of van een luchtbux. Hij is precies door de helft. Nou ja, hij is niet door de helft, hij is ingeklapt. Dus hij heeft aan de zijkant iets geraakt. En aan deze kant ziet hij er nog perfect uit. Ja, dat komt natuurlijk prachtig binnen. Maar die is van de boerenjongens, denk ik.
Hij ligt wat diep. En hoe dieper het hier is... Het is niet alleen een goede test voor de metaaldetector, maar ook voor de schep. Ach, kijk. En daar zat ik nou op te wachten. Dit is een stukje geschiedenis wat eigenlijk alleen maar in het noordelijke deel van Nederland gevonden wordt. Of tenminste, zover mij bekend is. Het zal best wel ergens anders ook gebruikt worden, maar hier is het bekender. En toch zie je ze niet zo vaak voorbij komen. Je ziet ze wel eens, maar niet zoveel. Op deze boerderij heb ik er al meerdere gevonden, maar ik heb er ook al een zootje weggegeven. Want wie goed doet, wie goed ontmoet. Dus mijn verzameling van deze dingen, die werden al wat kariger. Dus ik ben blij dat ik er weer een gevonden heb. Het is een amandelvormig stukje lood. En dit is een rottenkogel. Toen ik de eerste vond, dacht ik dat ik een slingerkogel gevonden had. Maar dat is het niet. Dit zijn amandelvormige stukjes lood. En die zitten in een blikje. Of in een bus. Of in een tonnetje. Of in een zak soms zelfs. Met een heleboel tegelijk. En als die ontplofte, dan vlogen deze dingen door de lucht. Dus het is een soort fragmentatiebom. Alleen dan van een paar honderd jaar oud. Hartstikke leuk. En een stukje geschiedenis wat echt bij deze omgeving past. En omdat het een fragmentatiebom is, vind je er altijd meerdere op één plek. Vrij logisch. Want als die uit elkaar geklapt is, ja, dan liggen er meerdere. Dus als je er eenmaal één gevonden hebt, moet je dat gebied even goed uitzoeken. Tenminste, als je ze allemaal wil hebben. Ik kan me voorstellen dat als je er veel vindt, dat je denkt van nou, dat wordt saai. Maar ja, ik heb dat niet. Ik vind dit een geweldig ding. Dus ik ben hier heel rustig alles aan het uitkammen. En ik hoop dat ik met een handje van die dingen naar huis toe ga. Daar is die. Zo vlak tegen de oppervlakte aan. Hier. Een muntje. En dat is altijd leuk, muntjes. Er is niks meer van te zien wat het ooit geweest is. Al moet ik zeggen, hij is wel redelijk dik. Dus ik denk dat het een... Ja, daar is hij weer wat klein voor. Nou, ik weet het niet. Ik kan wel wat gokken, maar er is gewoon niks van te zien. Maar het is wel een muntje. Vrij bovenaan. Ach, een kogelt. Een kogeltje. Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat ik een armenringetje gevonden heb. Hij zit hier en ik ga hem er heel voorzichtig proberen uit te halen zonder dat hij breekt, want het is geen zilver of goud of zo. Het is gewoon een koperringetje. Maar hij ziet er niet echt uit als een gordijnring. Nou, we gaan kijken. Nee, het is geen ringetje. Het is heel iets anders. Het is een knoop. Ik dacht dat ik een armenringetje had, maar het is een knoop. En het leuke van deze knoop is, kijk, er zit hier een vierkante, hoe moet je dat zeggen? Vierkante oog aan. En ik weet het niet uit mijn hoofd, maar dat moeten we even op de knopenkaart kijken. En dan kan je aan de onderkant kan je zien hoe oud zo'n ding is. Nou, ik denk ook niet dat het echt fabrieksaf is, want zoals je ziet zit het gat van die knoop, die zit helemaal niet in het midden. Hij zit veel meer aan die kant dan in het midden. En hier zit hij ook. Dus hij is niet helemaal recht. Maar het is wel een knoop.
Nou, we hebben weer een schreeuwer. Eens kijken wat het is. Ja. Nou, een ondefinieerbaar plaatje met koper. Er heb wel ooit een handvaatje of iets aangezeten, maar er staat niks op. Het is redelijk kaal. Zo. Kijk, ik film niet elk gaatje, want dan wordt A de video heel lang en B zijn er heel veel gaatjes met rommel erin. Maar je vindt toch ook nog wel van dit soort dingetjes, hè? Een beetje een ornamentje. En dit zijn twee delen van een gesp. Twee verschillende gespen natuurlijk. Maar dat komt ook nog wel een beetje voor. Hartstikke leuk. Het ligt niet bezaaid, maar zo nu en dan komt er toch nog weer een muntje tevoorschijn. En dat is wel heel erg leuk. Ja, je kan niet echt... Dat is een beetje het nadeel. Ze zijn allemaal zo glad als een aal. Dus je kan niet echt meer zien wat het nou is. Maar een duit is het zeker weten. Ik heb nou toch wel een leuk plekje te pakken, hoor. Kijk. Een mini, mini klein vingerhoedje. Dat is wel van koper, maar... Superleuk. Het is echt heel klein, hè? Superleuk. En met dit prachtige, mooie, oude gespje zijn we aan het einde gekomen van deze video. Helaas, ik moet weer naar huis. We gaan eten. En het is tijd om te stoppen. Al zou ik hier nog wel uren door kunnen gaan. En vooral met deze metaaldetector, want... Wat een machine is dit. Maar met deze metaaldetector durf ik gerust te zeggen. Wauw. Wat een metaaldetector. Duidelijk. Makkelijk te gebruiken. Een gigantische diepgang. Goed onderscheid. Nou, eigenlijk klopt gewoon alles aan deze metaaldetector. En dat zeg ik niet zo heel snel. Maar ik vind het echt een top metaaldetector. En ik... Ik wil wel veel meer zeggen, maar dan ga ik hele groeperingen tegen het verkeerde been stuiten. Dat heb ik een keer gedaan, dat laat ik achterwege. Maar vul zelf maar in. Dit is er één. Dit is er echt één. Als je nou de volgende video ook weer wil zien, vergeet dan niet eventjes te abonneren en op het belletje te drukken. Want dan krijg je gewoon een notificatie als er een nieuwe video is. Hoef je het niet meer in de gaten te houden, hoef je niet meer te wachten totdat er ergens iets oplopt. Dan krijg je het gewoon netjes op een bordje gepresenteerd. Voor nu zeg ik bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Hey. Ja, jij bent wel groot, hè? Jij bent wel groot, hè? Jeetje, Mina. Hé, hey, dat is... Pas op, hè. Dat is van mij.